staan hier in het Hendrik Constance-gebouw in Brussel en 200 leraren uit het lager onderwijs worden verwacht. Want één van hen wordt de leraar van het jaar. De spanning is te voelen en ik ga eens vragen of ze weten wie hen genomineerd heeft. Eigenlijk niet echt, ik weet van niks en ja, het is een totale verrassing. Ik wist niet goed wat ik moest denken, van wie komt het? Ik heb er ook niet achter gevraagd, dat werd gezegd om het niet te doen. Dus ik ben heel benieuwd wie mij genomineerd heeft. We komen uit de lucht vallen natuurlijk. We weten helemaal niet van wie dat komt, dus ik heb geen flauw idee. En heb je al zenuwen? Ja, toch wel. Nu als ik hier binnenkom en met het ontvangstcomité, ja, toch wel een beetje spannend. Ik hoop dat het een aangename dag zal worden, maar ik twijfel daar niet aan. Ik laat mij nog verder verrassen. We weten heel veel over u. We weten ook dat u zich daar een beetje onwennig bij voelt. Iemand heeft achter uw rug een briefje geschreven. Soms meerdere brieven. En daar staan dingen in die u niet kunt vermoeden. Toen mijn dochter maar niet over het verlies van haar gestorven konijntje raakte, kwam juf Ann met een zorgkikker op de proppen. Het zit hem in die kleine dingen die voor kinderen een grote waarde hebben. Kinderen kunnen alles meebrengen wat ze maar willen, maar zelf verzamelt ze de gekste dingen. Van het vel van een slang, over het huis van een schildpad, tot de kies van een olifant. Gedreven, energiek, recht voor de raap, doorzetter, alles voor de klas. Met die beginletters vorm je haar naam, Gerda. Je wordt omschreven als een springhaan, altijd in de weer voor iedereen. Je bent een pedagogelaar. Je slaagt erin om je visie te vertalen in het koordansteam. Als het touw waarop we allemaal mogen stappen. Ja, op dit moment zie je trouwens de inspecteurs bezig. Ze zijn de wallen van Johanna aan het meten. Ik vroeg eens in een boekhandel naar een boek van Mark de Bel. De boekverkoper keek me aan en hij zei, ja, die ken ik wel. Wat ziet u? Mijn foto in een koffer met schuifjes. Ja, in die schuifjes zitten vol spulletjes die refereren naar al uw talenten. Welke functie hebt u op de school? Ik ben directeur. Dat verklaart veel, dat er zoveel in die kist zit. Je bent een chocotoffe coördinator, ook in het huishouden. Een hartverwarmende collega en partner. Bij jou mogen we nadenken, dank u. Ik vind u een beroemde juffrouw. Jij doet ons beseffen wat echt belangrijk is in het leven. Hij is een natuurmens en brengt dit binnen in de klas. Zo maakte hij onlangs een vogelkooi in de tuin. Hij installeerde een webcam. En nu kunnen de kinderen in de klas zien hoe de vogels hun nestje bouwen. Silke behaalde haar diploma middelbaar onderwijs via het tweede kansonderwijs. Nu werkt ze en studeert ze gelijktijdig. Als ouders van een kind met een handicap zie je soms het bos door de bomen niet meer. Gonda zorgt ervoor dat dat bos weer zichtbaar wordt. We hebben een geheime camera geplaatst in uw klaslokaal. Als u uw klas nu herkent, dan bent u heel dicht bij de leraar van het jaar te worden. Dames en heren, de leraar van het jaar 2011 is Emmy Wolters van het vijfde leerjaar in de basisschool der Beuken in Kesselo. Emmy, wil jij naar hier komen? Blij, ik ben heel blij, maar ja, het was wel echt een verrassing. En zoals daar straks gezegd, ik denk dat er heel veel mensen hier waren die dat ook verdienen. De voornaamste zorg is dat alle kinderen eigenlijk graag naar school komen. Oh, het is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor. Vooral, ik heb ook vanmorgen op school, de kinderen handschool heeft van alles gedaan. Onbeschrijfelijk. Supergezellig. Heel leuk om zo samen met andere mensen die met hetzelfde bezig zijn, samen te zijn. Heel leuk om die verhalen te horen van, ja, echt tof. Het is een belevenis, hè. Ik zeg, ik geef al 20 jaar les. Ik had dat niet echt verwacht en dan krijg je zo'n brief en dan wordt het toch even warm van binnen. Ik was gelukkig, simpelweg gelukkig, omwille van al de waardering die je krijgt van je leerlingen en van ouders. Ik heb fantastische enorme poster gekregen met tekeningen, foto's, dus hartverwarmend. Ik heb mij nog nooit zo VIP gevoeld als vandaag, eigenlijk.